Imogra, wij zijn projectontwikkelaars. De bedoeling is dat wij als projectontwikkelaar gronden kopen, op die gronden een ontwikkeling gaan doen naar kantoorgebouwen, appartementsgebouwen of PPS'en. Wij hebben een kantoorgebouw neergezet, niet ver van ons bestaande kantoorgebouw. Wij hebben daar wel een tijdje over gedaan naar ontwerp, uitvoering, tekeningen opmaken. En eigenlijk hadden we gewenst naar een architectuur, we hebben dat dan ook met Kaan, architect Kaan bekeken, naar een kantoorgebouw dat een beetje, laten we zeggen, het wow-effect zou geven. En dat de mensen zeggen, dit is iets speciaals. De grootste uitdaging was voor ons om een technische installatie te bouwen waar wij konden uitbreiden, zowel de ventilatie, verwarming, de airco, dat wij in één pakket zouden kunnen steken onder één noemer en onder één installateur. Dat was opdracht 1. Tweede opdracht was het integreren van de totale installatie naar ons interieurarchitectuur. We wensen uiteraard dat de installatie minimaal opviel. Vandaar dat we ook gekozen hebben naar lijnroosters. Het esthetische aspect is uiteraard hebben wij de technieken bekeken. Alle technieken, laten we zeggen, ventilatie, verwarming, elektriciteit, sanitair, hebben wij bekeken intern in het gebouw. Uiteraard niet alleen intern uit het gebouw, we hebben ook gekeken naar de vijfde gevel, ons dakniveau, waar wij nu rekening mee houden, zodanig dat de installaties gegroepeerd worden opgesteld, dat we gegroepeerde zonnepanelen kunnen opstellen. We hebben ook een studie gemaakt naar mogelijke vrije ruimtes, naar uitbreidingen, zodanig dat die nu vooraf geïntegreerd zijn. We hebben ook alle technieken, het gedrag van weg te stoppen, achter de gevels, zodanig dat de omgeving of buren of mensen die voorbij rijden, eigenlijk de technieken niet zien staan. Het lager gelegen dak, daar hebben we groen dak gemaakt, zodanig dat het personeel die visie heeft op het dak, eigenlijk een bepaald groen effect zien of een groen dak zien, wat ook gezelliger maakt. Dit gebouw is inderdaad een zeer modern gebouw. Moderne architectuur heeft natuurlijk wat uitdagingen als men gaat gaan kijken naar de technieken. Achter mij kan je zien dat er eigenlijk grote glaspartijen aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat we voor het HVAC-systeem eigenlijk een systeem moeten kiezen die heel snel kan reageren op de veranderende weersomstandigheden ook. Als er plots veel zon is, dan moet dit lokaal bijvoorbeeld zeer snel kunnen gekoeld worden. Dat is nu net een van de voordelen van ons VRV-systeem, die je eigenlijk direct kan gaan schakelen naar van zeer kleine capaciteiten naar grote capaciteiten in functie van de behoefte. Een ander voordeel van dat VRV-systeem is dat het ook heel compact is en dat we het eigenlijk heel goed weg kunnen met de koeltechnische leidingen die dan naar het dak lopen, onze fameuze vijfde gevel, waar eigenlijk alle installaties worden geplaatst en die worden bovendien eigenlijk zo geplaatst dat ze onzichtbaar zijn vanaf de straatzijde. De samenwerking bij dit specifiek project liep heel vlot. Wij hadden zowel contact met de eindklant, zodat we eigenlijk het concept duidelijk aan hen konden voorleggen. En wij hadden ook natuurlijk contact met een aantal installateurs die historische Daikin-partners zijn. En hier is er ook een historische Daikin-partner gekozen geweest om de uitvoering van het project op zich te nemen. Alfan Coolig Technics is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met HVAC. En in het traject zijn wij reeds geruime tijd betrokken. Op die manier hebben wij een aantal specifieke eisen van de bouwheer overlopen samen met Daikin en het studiebureau. En zo zijn we tot een implementatie gekomen van de ventilatie met warmterecuperatie. Daar hebben we naverwarming en nakoeling op geplaatst, gecombineerd met koelen en verwarmen. Een driepijpsysteem van Daikin, VRV. En zo esthetisch mogelijk ingebouwd, zoals gevraagd door de bouwheer. Tijdens de implementatie is het niet zo evident om telkens mee te zijn met het bouwproject. Dus het bouwtraject is zeer kort geweest, of toch redelijk kort. Op iets minder dan een jaar, denk ik, hebben wij dat volledig gerealiseerd. Nu, dat brengt met zich mee dat in het bouwtraject op zich, wanneer de lijnroosters bijvoorbeeld moeten geplaatst worden, dat er een aantal soms aanpassingen moeten gebeuren die op dat moment zelf moeten gebeuren. Dus we moeten dan heel snel inspelen. Dat wil zeggen dat onze mensen eigenlijk continu ter plaatse waren om in te grijpen waar nodig, aanpassingen te doen waar nodig. Er is hier gekozen voor een domotica systeem Duo Techno. Daardoor hebben wij per binnentoestel een RTD-netmodule moeten plaatsen. En waardoor wij de regeling van de HVAC, maar hoofdzakelijk het koelen en het verwarmen natuurlijk, via domotica zelf regelen en aansturen.
Dus bijkomend op de connectie met Duotechno systeem hebben we ook specifiek voor de HVAC en voor de toestellen van Daikin een iManager geplaatst, waardoor dan we heel wat zaken kunnen uitlezen die noodzakelijk zijn en echt doelgericht naar de HVAC. Onze systemen, zoals bijvoorbeeld VRV-systemen, kunnen tegenwoordig ook geconnecteerd worden op onze cloud. En met de cloud gaan wij eigenlijk op afstand een aantal analyses gaan doen, trendanalyses gaan doen, om vooraleer er een breuk of een probleem zich voordoet, dit al te kunnen detecteren en preventief de installateur of de onderhoudsfirma naar het project zelf te kunnen sturen om daar de nodige aanpassingen te doen die dan kunnen geprogrammeerd worden zonder dat de eindklant er eigenlijk last van ondervindt.